Vandaag Anderlecht, Paarswit. You know that. You know that. Dit is Brussel, dit is tweetalig, jongen. Wij zijn hier Brussel, Anderlecht. Weer kampioen, weer eerste. Finally, we are on a fucking place, brother. Ja. On is je nodig, ja. Non, monsieur, je dis cette année, Anderlecht champion et vraiment l'Union, on les emmerde. Typia, eerst scannen, andere draait zich om, scan terug naar buiten. En dan kun jij gewoon met QR-code makkelijk terug naar binnen gaan. Ik ben al sinds mijn twee, ik doe elke wedstrijd uit, thuis, Europees, altijd. Ik skip er zelfs school voor. Van dit seizoen, Brugge 1-2 uit. Vond ik wel heel mooi. Ook sowieso laatste minuut, goal van Luis Vázquez thuis tegen RWDM. Was ook en waarschijnlijk vanavond thuis tegen RWDM. Tegen Union. Thuis tegen Union als ze winnen vanavond, groot feest. C'est le match qui est vraiment important pour nous. Oui. Parce que c'est l'Union Saint-Gilloise contre Anderlecht. Uh-huh. Union Saint-Gilloise était premier, on est passé premier. Ouais. Mais moi je tiens à dire que tous les gens qui sont là-bas dans le stade, ouais, c'est des gens qui n'ont pas les couilles comme moi. Parce que moi je suis un renvoyé de stade. Ok. Et moi je préfère passer le match ici devant le bar, oui, que de passer le match à l'intérieur. Et moi je pense que Anderlecht va gagner. Je pense que ce sera. Là c'est 1-0. 1-0. Je pense que ça va être 1-1. 1-1. Et vers la 85e minute, 1-2. We are Anderlecht! We are Anderlecht! We are Anderlecht! We are Anderlecht! Als wij niet kampioen worden, ik ga kaal. Ja! Wacht, wat is jouw naam? Kaspoorkas. Koekaspoor, wat is jouw naam? Ik ga die Grieken busket. Broer, als we niet kampioen spelen. Mag ik busket bij jou doen? Deal! Einde van de zomer mag je best bij mij als we geen kampioen zijn. Deal, hè? On les a busy. Ja. Ja, ja, we hebben ze gewoon kapot gemaakt. Was je niet een beetje bang, man? Het is Union, hè? Ik zeg gele bond, Deine referee, dat kan niks. Die kan gewoon geen kloot. Die vertrekt op niks. En Amouzou, on t'aime. On t'aime, Amouzou. Amouzou, Amouzou, France is Amouzou. France is Amouzou. Amouzou, France is Amouzou. Dit is de kans waarop we gewacht hebben. 10 maanden lang staan we gelijk met Jo en dan in eigen huis ontvangen. Dus ja, als we winnen, ja, nu maken we kans. Hè. Anderlecht, normaal tegen Union, dat is een beetje show, hè? Ja, dat weet ik, maar de kentering is gebeurd nu, ja, en dat voelde ik van de morgen dan. Ja. Ik vind dat we een van de beste wedstrijden gespeeld hebben van dit jaar. Ja. Ik zal u zeggen waarom. Vertel het eens. Knok. We hebben geknokt. Ja. Ja. Het werd tijd daarvoor, hè? Ja, tuurlijk. Wij spelen kampioen. En zo naar Wassim, bro. Dat is mijn cousin, weet toch. Trotse familie, het staat op mijn arm ook. Dus als jullie zien, familie boven alles, hè, broer. En zo naar ZG, dan zijn stikstof, just brak. Is Anderlecht ook jouw familie? Bro, sinds mijn 4 jaar, bro. I want to tell you something. Tell me. Free Palestine. Just free Palestine. Free, yeah, Palestine. Elke match, ik ben daar, bro. Ik ben aan het zingen voor mijn ploeg. En zoals jullie zien, 7 jaar, we zijn onactief geweest, maar nu we gaan kampioen spelen, yeah. Ah, bro, fuck Brugge, man. Dat is een ander leg, bro. Capital de BX, capital de Belgique, capital de Europe. You know, on a enfin gagné contre l'Union, les gars. On a enfin gagné contre l'Union. Allez, comme un humain. Donc, ça dit quoi ce soir? Tu vas boire? Non. Parce que demain, j'ai école. On a représenté Bruxelles aujourd'hui. Union, faites attention à vous. Vous allez reculer. Yaman, faites attention. Merda, Union. Merda. You know that, Union? Achterstand! Achterwaarts! Waarom ben je zo'n grote fan van Koekas? Van Koekas? Ja, jullie zijn tenminste eerlijk en ongeremd. Ja, snap je? Alle gezever ertussen, altijd aan gewichtig zijn. Iedereen is toch fan van een club. Snap je? Ja, voilà. Gooi jouw, ja, mening zeggen. En welke boodschap hebben voor mensen die niet geabonneerd zijn? Ja, subscriben dan, hè. Subscribe, dank je!